Goedemorgen! Kijk, dit is ons uitzicht voor onze laatste semi-dag. Ja. Hier op Fuerteventura. Had u liever iets meer blauw gezien? Iets meer blauw? Ja, maar het is nog vroeg, dus het klaart nog helemaal op. Oh. Ja, denk ik wel. Oké. Hey, wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een gloednieuwe vlog van de Reisfamilie Vloggers. Mijn naam is Dennis. Ik ben Nova. En daar in de keuken staat Melissa. En in deze vlog... Was anders. Meestal ga jij eerst dan mama. Ja, meestal. Ja, inderdaad. Nou, een beetje afwisseling kan geen kwaad. Het is op dit moment 9 uur in de ochtend in de Fuerteventura. En wij gaan zo dadelijk lekker ontbijten met de mensen die we hebben leren kennen. Met ook kindje Nova. Nova en Nova. Best wel vervelend en eigenlijk. En Julian, inderdaad. En want voor hun is het echt vandaag de laatste dag. Die vertrekken vandaag al. Wij hebben vandaag nog een hele dag hier te vertoeven op het resort. Lekker genieten, chillen. En wij vertrekken morgen weer richting Nederland. En dat gaan jullie allemaal in deze vlog zien. Dus we gaan weer 2 dagen aan elkaar plakken. Ja, maar het is nu dus tijd om richting het restaurant te gaan. Misschien zien we vandaag nog wel eekhoorntjes. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Ja. En we nemen jullie uiteraard daar weer bij mee. Ja. Ja, en toch wel gek hè jongens, dat er gewoon in deze stenen tot daar honderden eekhoorntjes waarschijnlijk zitten. Wij gaan naar de plek toe waar ze de vorige keer zitten. Ja, maar ik denk dat we ze nou nog niet gaan zien. Ik denk dat ze nog slapen inderdaad, ja. Maar in deze lavastenen leven dus allemaal eekhoorntjes. Ja. Ja, en deze gaan we vandaag ook nog doen jongens. De minigolf. Ondanks dat het wat harder waait, vandaag gaan we die doen. Spannend! Bij de receptie toch? Ja. Ja. 5 euro per stokje. Een balletje. Ja jongens, jullie zien het. Het is erg druk vandaag. Je kan merken dat volgens mij nu ook het midden en het noorden van Nederland en België en Duitsland en Spanje vakantie hebben. Ja. Dus we merken gewoon dat het een stuk drukker wordt. Dus we gaan nu snel naar het zwembad. Hopelijk dat we nog wat stoeltjes kunnen claimen. Dus we hebben onze buikjes vol. We gaan er vast even op de bedjes claimen. Ja, hoe druk het nou was in het restaurant, hoe rustig het is op dit moment nog bij het zwembad. We hebben inderdaad nog genoeg bedjes die nog niet gebruikt zijn. Zelfs de cabana's waren nog beschikbaar, hè. Zat even te twijfelen of we die gingen pakken. Maar is niet handig, want we hebben gelijk wat bedjes bezet gehouden voor de mensen die we hebben leren kennen. Ik denk ook niet per se heel chill. Nee, het ligt niet zo heel chill. Nee. Hier heb je nog een beetje hoging en zo. En dan kunnen we verplaatsen, kunnen lekker in het zonnetje gaan liggen als hij straks gaat schijnen. Of schaduw. Ja. Dus dat is wel wat fijner. Ja. Oké, we gaan weer lekker chillen vandaag, jongens. Hey Nova, waar zijn je handen gebleven? Je hebt geen handen, hoor ik net van mama. Ja. Wow. Echt hè? Vang hem nou eens. Kijk, en zelfs airhockeytafels, jongens. Die hadden we nog niet gezien. Oh, moet even helpen. Het is een beetje oud, hè? Het staat hier al jaren in de zon. Ja! Pak hem! Oké, wat ga je pakken? Waar ga je pakken? Gaat hij klemmen? Oh. Nee, oké. Ik zou het inboeien proberen als je zo'n klem los. One hour later. Nou, inmiddels zijn ze hier al een uur bezig. Ja, we laten maar straks wel zien. Ja, je kan gewoon net zo lang doorgaan tot je iets hebt. Maar we laten straks wel zien of het gelukt is. Ja. Zo lekker in het water. Kijk, er komt de duikbril aan. Van Nova. Hoppakee. Hey, goed gevangen. One eternity later. Ja, we zijn nu weer een paar uur verder in de tijd, jongens. En dat betekent dat we nu even lekker gaan lunchen. Om vervolgens te gaan minigolven. Het is ook wat bewolkter vandaag. Dat houdt in dat er nu op dit moment ook even geen zon schijnt. Dus we hoeven ook niet in de zon te liggen, hè? Nee, simpel is het. Dus even lekker eens de buikjes vullen. En Nova laat straks nog even zien wat ze uiteindelijk heeft gegraaid uit die machine. Het was iets anders dan wat ze eigenlijk wilde, want dat lukte gewoon niet. En anders was ze misschien nu nog steeds bezig, denk ik. Oh, lekkere... Wat is het? Spaghetti. Pizza. En weet ik van hoe dit heet. Ja, pasta. Pasta achter iets inderdaad. Ja, lekker broodjes. Oké, maar de tafels die wiebelen allemaal hier, hoor. Zo jongens, hier kan ik echt nog steeds zo intens van genieten. Het is wel bewolkter, maar we hebben wel nog steeds redelijk veel zon. Het is nog steeds bloedje heet als die zon eenmaal schijnt. Want het koelt inderdaad echt af zodra het bewolkt is.
We hebben onze buikjes vol gegeten. Melissa en Nova die zijn nu heel even bij de receptie de stok aan het halen. Want we gaan eens even een potje minigolfen. En ik zie een hele hoop mensen terugkomen. Dus als het goed is, is het niet heel druk. En ik ben ook benieuwd of vanwege de harde wind of de balletjes blijven liggen. Dat is ook wel spannend. Oh, je moet hier tussendoor, Nova. Oh, spannend. 1, 2, go! Hoppakee, dat gaat de goede kant op. Ja, daar zit hij. Oh, iets meer schaduw. Oh. Ja, tactiek van Nova was dit. Kijk, en dan rolt hij terug. Kijk, 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 kijk. Ah, jammer. Oké, 2 zegt Dennis. Ah, nee, hij ging al scheef. Ik zei het. Oh, jeetje. Slijpen aan elkaar gewaagd. Nou ga ik links spelen. Oké. Ja. Kijk, en aangezien er meerdere gezinnen op dit moment aan het spelen zijn, pakken wij gewoon constant random een vrije rol. Ging ze bijna goed ineens. Ja. Dus we zijn nu al ineens bij hol 13, maar we houden met de telefoon bij. Ik hou alle standen bij. Waar we zijn, hè? Ja, ja, ja. Ja, oké. Oeh, Nova. Dat was 2 keer, hè? Ja. Dus dit wordt de derde. Hoppakee. Zie je wel? Ja! Ah! Oh, dat ging je zo goed, hè? Nou, nou. Ja, dat wordt ook een drietje. Vlieg in mijn oor. Gaat weg, vlieg. Yeah. Oeh. Ja, dit is wel een uitdaging hoor, jongens. Oh, dat was niet helemaal uit. Maar dit is inderdaad zo'n baan die recht omhoog gaat, zeg maar. En dan moet je in de middle of nowhere moet je hem erin zien te slaan. Dus dat wordt denk ik. Dat was levensgevaarlijk dit. Oeh, spannend. Ja! Oh! Net niet hoor. Oh, ik heb wind tegen. Zag je dat wat die wind deed? Kijk eens hoe recht. Wat? Hij wijkt af. Ja, dit is toch wel iets anders een minigolfer dan in Nederland. Met zo die wind en die palmbomen. En de blauwe lucht, want het is helemaal opgeklaard alweer bijna. Ja, en dan hebben we hier nu een hele mooie baan zo. Die dan die kant uiteindelijk op moet. Er ligt daar nu keihard, ga ik mappen nu. Is dit extra uitdaging of zo? Obstakels, hè? Ja, er zit een palmblad in je hoofd. Een luxeprobleem. Een luxeprobleem. Nee. Ja, hij zit erin. Ja. Hij ging er bijna heen, hè? Ja. Ja. Vaker. Bij het forest. Ja. Oké. We hebben hier de snake. Die gaat helemaal zo. Helemaal rond. Zo. En dan moet hij hier het potje in. Oké, you can do it. Ja, en nou komt de grote fout. Ja, ja. Je hebt afgekeken bij ons. Echt, het ziet er allemaal zo lekker uit qua beelden, maar het is zo hard aan het waaien hier ook. Oh ja. Toink. Ik heb 2. Wat is deze? Wacht even. Wat? Hij moest erin, toch? Ja. Ja, oké. Ik heb 2. Ik heb deze voor. En jij had 2, hè? Wat een stom spel is dit, zeg. Ja, echt stom. Dat komt door die harde wind. Ja, ja. Komt door de wind. Oeh, spannend. Spannend. Ja! Dit is natuurlijk gewoon bijna onmogelijk, hè jongens. Heb je zo'n vulkaan, zeg maar. Dat je echt met een harde snelheid erop moet slaan. Maar ook niet te hard, want dan vliegt hij er weer overheen. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja. Oké, nou, mama gaat even proberen. Dat is verkeerde. Dat is niet balletjes, schat. Nee, dat is niet balletjes. Dat is bijna tegen mij. Ja! Ja, en hier hebben we onze laatste baan. Oh, er vliegt een bal voorbij. De crack, die moeten we door de gaatjes zien te loodsen om vervolgens dan daar in het gaatje te gaan, daar zo. Oké, Nova mag als eerst. Hoppakee. Hij ligt in een steen. Ook knap. 2.
Oké. Spannend. Ja! Oh, dit wordt echt een hele spannende pot hoor. We gaan terug naar ons strandbedje en dan gaan we eens eventjes de punten optellen die we hebben bijgehouden met de telefoon. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het echt wel heel dicht bij elkaar gaat zijn. Jullie zien het zo. Oeh, spannend. Melissa die is nu aan het rekenen. Spannend. Echt, ze laat ons hartstikke in spanning. Gaat ze weer opnieuw tellen? Moeten we weer wachten? Echt niet door ons. Nee, omdat wij niet druk zijn of zo. Nee. Ja, hey. Vanwege de harde wind. Nou, ik heb geteld. Oké. En het is inderdaad een spannende geworden. Hele spannend? Hele spannend. Oké. Want de eerste plaats. Nee. Derde plaats. Zo. Ging je bijna, hè? Echt hoor. Ja. De derde plaats is voor Dennis! Hoe dan? Met 61 punten. 61 punten, oké. De tweede plaats is voor Nova! Met 60 Heb punten. Heb je zoveel ingehaald? Gaan we zo aan het einde. Aan het einde. Nou, in ieder geval al twee slagen bij die 7 met die vulkaan. Oh ja, ja. En nog ergens had ik ook zo eentje. Maar ik heb namelijk de eerste met 59. 59? 1 punt, alles verschil. Oh, dat was wel heel dicht bij elkaar. Ja, dus ik heb dus 59, Nova 60 en Dennis 61. Jeetje, wat zijn wij aan elkaar gewaagd. Dat was een goede pot. Goed gedaan. Maar Nova is eigenlijk altijd de laatste geweest. Dus nu één keer iemand ingehaald. Ja, maar ik denk dat als jij zo doorgaat... Ze ging echt goed ook. Dan ga je ook ons inhalen, allebei straks. Nee, dat mag niet, dat mag niet. Nee. Nou, het is nu weer tijd om nog even lekker te gaan genieten van de zonnestralen die we hier hebben. Ja, het is weer ineens helemaal strak. Dit is de laatste dag. Echt? Nee, dat is gespuugd. Dat is mama spuugt met consumptie, joh. Maar we gaan nog even lekker genieten van het mooie weer. Dit is onze laatste dag hier, oh, dat we hier gebruik van kunnen maken. Morgenochtend vroeg vertrekken we alweer richting de luchthaven. Heel vroeg, maar dat gaan jullie allemaal nog zien. En dan gaan we nog even naar de mascotte toe. De olifant. De olifant, ja. Er staat een heel groot ding hier, oh, buiten het park. Die gaan we ook nog eventjes aan jullie laten zien straks. Ja. Zo, wij lopen al dansend. Even naar de receptie. Nova wil nog één keer iets graaien uit de automaat waarschijnlijk. Of iets halen uit de automaat daarachter. Dus wij lopen naar de receptie. Want volgens mij hebben wij gezien dat je dan zo'n 5 euro briefje kan wisselen in munten. Dus we gaan eens even kijken of dat inderdaad klopt. Kijk, hier bovenaan staat change. Even kijken hoor wat er staat. Of het dan valuta change is of alleen change. Eens kijken, komt er dan iets uit? Ik ben benieuwd. Yay! Het werkte! 5 losse euro's. Zijn er 5? 4. En helemaal links zit er nog één. Is 5. Hé, dat was handig. Top. Ja. Dat hadden we net niet. Nova die heeft gekozen om nog een keer te gaan grabbelen voor 2 euro. Ze wil heel graag zo'n boekje en anders zo'n spelkaartje hiervoor. Ja. Dus ja, die zijn we nu aan het proberen. Maar het is allebei... Het automatisch. Als je 4 keer hebt, dan komen hier je muntjes terug. Precies. Dan kan je het nog een keer, hè? Ja. Dus dan kan je eigenlijk onbeperkt kan je door. Tot je iets hebt gepakt. Ja, precies. Dus misschien dat ze nu per ongeluk iets anders pakt. Dat kan ook. Nee. Kijk, ik weet niet hoeveel ze dit is, maar anders kunnen. Ja, kom de muntje weer terug, hè? Ja. Kijk, nou liggen de 2 muntjes weer, de 2 euro's. En dan kan je het weer opnieuw als je het wil of niet. Als je denkt, nou nu ben ik er klaar mee, ik stop ermee, dan kan het ook. Dus je kan dan zelf eigenlijk tot doorgaan totdat je iets hebt. Ja, als je wat hebt, krijg je ze niet meer. Nee, dan is het klaar, hè? Nou, geloof het of niet, mensen, we zijn ongeveer 3 uur later. Maar het is gelukt. Kijk, een leuk boekje gewoon om in te schrijven en dingetjes bij te houden. Maar ze kan hem dus ook ophangen op haar magneetbord. Want kijk, oh ja, goed zo. Want een groot magneet zit erop. Weet je wat maar het wat was? Gebeurde er? Ik had 2 euro erin gedaan. En toen ging die zo. Meestal moest je dan wachten tot je wat hebt. Ik heb deze dus nu gegeven in Diebet. Maar voordat ik ging grijpen, waren ze alweer hier. Dus ik heb nu deze gratis. Je bent gelukkig. Ik heb nog steeds 5 euro. Ach, hoe dan, hè? Oh ja jongens, even de laatste zonnestralen pakken die er nog zijn. Het wordt weer wat bewolkter, maar het zwembad wordt dadelijk ook gesloten. Dus daar gaan wij heerlijk eten en ons een beetje voorbereiden voor morgen. Koffertje pakken en zo. Moet ook gebeuren helaas. Oh ja, en we gaan nog even dadelijk naar dat olifant lopen natuurlijk. A few minutes later. Ja, dit ziet er niet zo goed uit hè jongens. Maar zoals jullie misschien kunnen zien, zijn wij... Nog een van de weinigen die er nog is. Oh kijk, de zon breekt er even door. Maar het zwembad wordt op dit moment gesloten. Wij geven eventjes onze bal en dergelijke weg die wij niet meer mee terug zullen gaan nemen. En we vragen of dan de kindjes het willen hebben. Ja, hij is afgegeven. Daar zijn een paar kindjes blij mee gemaakt. En dan gaan wij nu even naar het winkeltje. Naar de minigolfbaan nog een keer, omdat Melissa nog een foto wilde maken ervan. En wat ik al zei, we gaan naar...
de olifant die jullie daar een klein stukje kunnen zien uitsteken. En dat is het logo van het resort. Gelukt! Ja. Mooi zo. Oh ja, is er gewoon een car meeting hier ook. Kijk nou joh. Allemaal Dodges en Corvettes. Kijk eens. Dat ziet er wel heftig uit. Gaaf hoor. Kijk jongens. De Ford Mustang GT. Dodge. Chevrolet. Er staat nog een Porsche. Honda Civic. Hoort ze is allemaal reffen joh. Ja, echt een heuse car meeting. Kijk, oh, die is wel een uitgebouwde Civic Hero. Gaaf hoor. Ja, kijk, aan die kant hebben we dus ja, het zwembad. En ze staan allemaal te zwaaien tot mensen eruit moeten, want ze zijn inmiddels gesloten. En hier heb je dus die hele grote olifant. Oftewel het logo van het resort waar we nu zijn. Dan kan je dus gewoon heen lopen. Het waait echt super hard hier, oh. Niet normaal. Ik hoop dat die microfoon met zijn windmuffelatje met zijn windmuffler de wind een klein beetje eruit kan filteren voor jullie. Kijk dat haar van jou ook. Hey. Hallo! Hey. Nou, laten we snel weer naar het huisje gaan. Lekker opwarmen. Ja. Hoi. Nou, in de tussentijd gaat Nova. Je verlies je slippers. Zet hem op, hè? Nova die gaat nog heel eventjes hangen zo. En is het anders met die wind? Moeilijk nog steeds. Ja, hè? Nou, doe maar eens. Doe maar eens mooi overpakken. Oké. Okay. Goed blijven oefenen dit, hè? Dan blijf je armspieren sterk. Ja. Ja, goed bezig, meisje. Hartstikke idee. Ja, ik denk dat ik even de was moet pakken. Want ja, met die harde wind iets eraf waaien en zo. Zo komen wij nu terug. Dat het hier dus eigenlijk op een hoopje ligt. Zo van het wasrek afgevallen. Maar gelukkig nog allemaal hier. Niet door heel de tuin heen. Want ik dacht, er kunnen ook best wat sokken en zo hier door de tuin heen verspreid gewaaid zijn. Maar dat is dan in ieder geval niet. Nou, hé, dat is al een winst. Ja, en we zouden nog even laten zien wat Nova had gegrepen met... De eerste keer. De eerste keer, ja, inderdaad. Want, wat heb jij? Wat is het? Kan je experimentjes doen. Oh, kan je experimentjes doen? Oké. Oh ja. Ja, het is in het Spaans, dus dat gaan we gewoon vertalen dan met de telefoon. Maar er zitten wat spulletjes bij om experimenten te kunnen doen. Oké, nou, dat zat inderdaad de eerste keer in. Hey, en als we nu heel eventjes een blik zo werpen in de slaapkamer, dan zien jullie tot daar het bed al vol ligt met alle spullen. Ja. Dat gaan we na het eten straks allemaal netjes in de koffer doen. Maar het is nu tijd om eventjes onze buikjes te gaan vullen. Ja, ik heb het heel koud. En je hebt het heel koud, hè? Ja, iets met verbranden of zo, hè? Denk ik. Dus je hebt al lekker je warme sweater aan. Oké, we gaan lekker naar buiten toe. Rijsters! Nou, jongens, het heeft hier geen nut om je haar fatsoenlijk te doen. Op dit moment is het zo hard aan het waaien weer. Ja, jullie, ik weet niet, ik hoop echt zo dat die microfoon een beetje dat windgeruis eruit filtert. Maar het waait echt super hard op dit moment. Wauw. Ja, het weer slaat een beetje om, dus ja, het wordt gewoon tijd om weer naar huis te gaan. Hè? We hebben gewoon een hele week mooi weer gehad. Bij aankomst wat meer bewolking en wat meer wind. Maar het is tot nu toe wel het ergste wat we tot nu toe hebben gehad aan wind en dergelijke. Je ziet dat haar ook. Ja, nou ja, weet je, we gaan gewoon lekker naar het restaurant, we gaan eten en we gaan weer terug lekker slapen. Ja, dan maakt dat haar ook niet meer uit. We hoeven niet te stappen of zo. Oké. Ja jongens, dit is onze laatste avondmaal hier. Ja. We hebben weer lekker gepakt en we gaan vast nog wel een paar gangetjes doen. Het valt qua drukte nog mee. Ik had dus wat drukker verwacht. Maar het is ook nog wat vroeger nu, hè? Toch? Niet? 10:00. Ja, dat zijn toch die busladingen die weg zijn gegaan. Ja. Die zorgen ervoor dat het minder druk is. Denk ik. Ja, oké. Nou, eet smakelijk. Zo, de buikjes zijn weer gevuld, jongens. En wat was het weer lekker. Ik ga alvast naar het huisje toe. Melissa en Nova die gaan nog heel even bij de kidsclub kijken. Waarbij het mini-disco gebeuren. Maar het is best fris en ik heb inderdaad echt alleen mijn t-shirt aan. Dus ik ga vast lekker naar het huisje toe. Kan ik er vast even de handbagage vullen. En dan kunnen we lekker op tijd naar bed. Want morgen moeten we vroeg op. The next day. Goedemorgen. En het is weer een nieuwe morgen. En ook echt een hele vroege morgen. Het is inderdaad 7:07. En het is tijd om het bed weer in een bank te veranderen. Ja, dus... Het gaat heel makkelijk. Ja? Laat zien. Hoppakee. Ja? Oh, wat? Dan heb je deze kussen. Ja. Ik moet aan die kant. Ja. Dat is handig. Hoppa. Ja, een beetje frotten. Ja, een beetje tussenin zo. Ja.
Nou, superleuk. En we hebben een bank. Tada! Zo, koffertjes naar de auto. Dan is het alles er weer op. Je moet ook je kabeltje niet vergeten nog, schat. Oh nee, dat is geen kabeltje. Dat is je telefoon die daar gewoon ligt. Oké, rugtas mee. Nova, die had alles al gecheckt of alles leeg was, hè? Ja. Oké. Nou, gaan we eens eventjes de auto vullen. Dag huisje, het was een hele fijne week. Op naar, inderdaad, de luchthaven. Hoppakee. Ja, er blijft een spannend stuk altijd. Als je hier rijdt, zie je gewoon net of je naar beneden zou donderen, zeg maar. Maar dit is het laatste uitzicht van het eiland. Hij is wel mooi. Ja. Zo, even de auto volgetankt. Dennis gaat hem even betalen binnen. Ja, je kan het niet echt zien in de weerspiegeling. Kijk, daar staan alle prijzen. Maar het is 1,317, jongens. Kijk, dat is in ieder geval nog even een acceptabele prijs. Nou, het raam is nogal vies, dus ik weet niet of jullie het zien. Maar €50 precies voor 38 liter. Nou, dat vind ik een goede deal. Oei. Ja, ja, ja. Kijk, slagboompje naar beneden. Slagboompje omhoog. Mag open. Ja. En dan gaan we zoeken naar de keycar plekjes. En dan zetten we hem weer neer. Ja. Want waarom was het keycar en niet sigar? Nou, om het te verhogen. Ja. Staat daaronder. Ja. Canary Islands. Ah, dus het is key van Canary Island. Ja. En dan car. Ja. Keycar. Ja. Ah, nou moeten we een plekje zien te vinden inderdaad. Waar een van deze keycar. Oh, daar. Ah. Daar. Ah, ja, ja. Daar zijn plekjes. Oh, links en rechts zelfs. Genoeg plekjes. Genoeg. Welke kies je? Ja, die vrouw is aan het schoonmaken. Ik ga lekker hier achteraan staan. Hier achteraan. Zo. Bij nummer 140. Moeten we hem achteruit in parkeren? Ja. Als iedereen dat doet, ik 141. 141. Nou, ja. Goeie deal. Zo, auto staat weer geparkeerd, jongens. We gaan de sleutels afgeven en we gaan ons inchecken bij de luchthaven. Ja, oh nee, dat heb je eigenlijk nog online al gedaan, hè? Gedaan, we gaan de koffers even afgeven. Ja, oké. Okay. Kijk, jongens, 25 graden nu. In de ochtend. Hey, hij staat nog niet. Nee, hij staat nog niet op de wintertijd. Uh-oh. Maar we zijn weer bij de luchthaven en die nodigt niet echt uit. Het is niet echt zo'n wauw, ziet dat het een gave luchthaven zijn. Oké, maar goed, we zijn weer binnen. Dan gaan we even kijken waar we moeten zijn voor het inchecken. Ja, even een bord zoeken. Ik denk die kant op, ja. Oh ja, dat is de orde. Ja, daar staat hij, jongens. Even kijken, daar zo. Amsterdam, Bali 1718. Nou, daar zitten we recht voor, dus dat is mooi meegenomen. Alleen, hij is nog niet open, dus we moeten er heel even achter de poppetjes komen. Zo. 1 hour later. Nou jongens, de koffers die zijn ingecheckt. Nu kunnen we lekker iets gaan eten en drinken, hè, voordat we gaan vliegen. Ja, we hebben nog ongeveer 2 uur voordat we kunnen boarden. Ja. Dus eens even kijken wat allemaal hier te doen is. Oh ja, ik was eventjes nog de security vergeten. Oké, okay, we staan weer in de rij. Oké, jongens, met 10 minuutjes waren we door de security heen, dus het leek veel erger dan dat was. Oké. Nou, nog even een winkeltje zoeken, even kijken en lekker een hapje eten, want best wel honger, zeg maar. We waren vroeg op en nog niks gegeten. En terwijl wij zo lekker zitten met dit uitzicht, zo, la 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 la, hebben we ook allemaal lekker wat eten gevonden. Kijk, eet smakelijk. Ja, een lekkere burger van de Burger King. Nova heeft een pasta gevonden in het tentje hiernaast. En ik een lekker broodje met soort, ja, kip. Heerlijk. Dus, eet smakelijk. Kijk jongens, we hebben ons eten nog net achter onze kiezen en we kunnen al gaan boarden bij A16. Dus dat gaan we nu doen. Kijk jongens, blauwe lucht, zon. Ja, en je hebt een souvenirtje gekocht, hè, ventilatortje. Ja, die heb je in Nederland niet zo heel vaak nodig. Maar goed, naar het vliegtuig. Kijk, dan lopen we zo over het blauwe pad naar het vliegtuig. De jaklaar staat voor ons. Hey, maak eens niet zoveel lawaai, joh. Ja, joh. Jeetje. Ja. We gaan hier naar binnen. Ja, en nu is het wachten geblazen, jongens. Ja, als het goed is nog 25 minuutjes en dan zouden we moeten vertrekken. Op naar Nederland.
Yay, de Schipholtoren. We zijn er. Wee, we lopen super snel. Kijk nou hoe snel we gaan, man. Niet normaal. Wow, Spacey. Woe, ja. Wauw, Spacey. Hey. Nummer 6, daar waar al die mensen zijn. Ja. Niet normaal hoor, zitten we hier gewoon in de auto naar onze eigen vlog te kijken. Ja, we moeten blijven zitten jongens, want de vlog is bijna afgelopen. Maar we zien ons huis al, we zijn bijna thuis. Ja, en toen waren we thuis. Reza lag net heerlijk lekker naast me tegen me aan te knorren en te knuffelen. En die gaat dadelijk zich nog wel laten horen, denk ik, in deze outro. Jongens, wat was het weer een geweldige week. Ja, was heerlijk. En ik hoop dat jullie ook inderdaad echt genoten hebben weer van de vlogs die we hebben gemaakt. Zeker, dat denk ik. We hebben een vulkaan beklommen. We hebben eekhoorntjes gevoerd. Ja, heel veel. We zijn oversteld door eekhoorntjes. Uh-huh. We hebben nog meer eekhoorntjes gezien. En nog meer eekhoorntjes. Ja, ja. Ja. We hebben ook nog wat geleerd over de geschiedenis. We hebben wat geleerd over de geschiedenis. We hebben mooie uitzichtpunten gezien. Oh, hè? Die waren echt zo gaaf. Dat hoe dat landschap constant veranderde. Precies. We zijn naar de dierentuin geweest natuurlijk. En of mooie stranden gezien. Hele mooie stranden gezien. Nou, en dat allemaal in één week. En dat in één week. Dus ik hoop dat jullie ook een beetje een goed beeld hebben gekregen van Fuerteventura. Ventura. Ja, mooi eiland. Mooi indrukwekkend eiland. Indrukwekkend. Maar we zijn dood op. Ja, zo. Het was een lange dag. Vroeg op. Ja. Wat vertraging met vliegtuig. Half uurtje hadden we vertraging uiteindelijk. Ja, toen moest ik nog even wachten. Ik natuurlijk in mijn t-shirtje rondlopen. Terwijl het hier best wel koud is in Nederland. Even wennen weer, ja. Maar we hebben inderdaad daar fantastisch mooi weer gehad. Elke dag minimaal 26 graden. We hebben zelfs de 30 graden nog aangetikt toen wij naar het zuiden gingen. Ja. Ja, want daar is het een paar graden warmer dan in het noorden waar we zaten. Ja. We hebben enorm veel winden ervaren. Want het waait inderdaad daar redelijk hard. En s'avonds ook echt wel frisser daardoor. Het wordt s'avonds een stuk frisser. Maar wat een geweldig weekje. Ja, en weer mooie herinneringen en ervaringen. Juist. Maar goed, dat betekent wel dat we nu aan het einde zijn gekomen van deze tweedaagse vlog. Die we in één vlog hebben samengevoegd. We willen jullie bedanken voor het kijken naar de vlogs. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet het zeker niet te doen. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. En aan de zijkant van die knop vind je de belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Het is ook mogelijk om ons te supporten op drie manieren. Zo hebben wij een Etsy webshop. We hebben weer een paar bestellingen trouwens binnengekregen. Ja. Waarbij wij 3D gepersonaliseerde naamsleutelhangers maken. Wil je precies weten wat we allemaal hebben? Kijk dan even op www.reizigers.nl/Etsy. Voor de rest hebben we merchandise kleding, zoals wat ik nu aan heb. Dus een beetje de undercover shirt wat ik heb. Staat logo op, ook op de achterkant. Maar we hebben nog veel meer. Denk aan knuffels, denk aan mokken, denk aan petjes, hoodies. Ja, wil je precies weten wat? Kijk dan even op www.reizigers.nl/shop. Jullie zien hieronder een aantal namen staan. Dat zijn onze superfans via YouTube. Wil jij ook hieronder vermeld gaan worden? En wil je ook exclusiviteit daarvoor terugkrijgen? Kijk dan eventjes, of klik even op die lidwordenknop die je kan vinden naast de abonneerknop. Dan leg ik in de video aan jullie uit wat het precies inhoudt. Zeker. We gaan binnenkort in ieder geval mede door de leden en alle support van jullie, kunnen we weer onze camera's upgraden met een nieuwe. Die ga ik morgen bestellen. Ja. Wil je ons iets leuks sturen? Zoals bijvoorbeeld een kaartje, een knutseltje of gewoon simpelweg een tekening? Ja, mag iets, allemaal. Ja. En vind je het leuk als dat ook eventueel in onze vlogs zichtbaar wordt? Dan kan je je post sturen naar reizigersfamilievloggers, postbus 160 48 70 Anton Dirk in Etten-Leur. Ja, en dan kunnen we alleen nog maar zeggen, laat natuurlijk die duim omhoog achter. En dan zien we jullie weer heel graag bij een nieuwe vlog. Oh, ja. Dus doei, tot de volgende vlog. Daag! Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. Wolken. Wat is dat nou? Oh, ze wisse wo, ze wisse walla, kristalla. De microfoon deed het nog niet. Oké. Wat? Ploem. En dan mag hij daar naar het holleke toe. Nice, Nova. Hallo. Ja, hallo.